Een filmpje die we eigenlijk al vanaf de allereerste Beatstad uitzenden. Maar er zitten natuurlijk hier en daar wat aanpassingen aan. Maar zoals je zult zien, Theo van Gogh zit er ook nog steeds in. Dus dat zegt wel wat over hoe oud het filmpje is. Maar aan het einde, als jullie blijven wachten, dan zien jullie uiteindelijk wie daar dit jaar op Beatstad 2012 staan. Dus ik zou zeggen, let op. En hier is het filmpje. In de jaren 60 krijgt Den Haag de bijnaam Beatstad. Ze noemen het ook wel het Liverpool van de Lage Landen. Bands als Q65, Earth and Fire en natuurlijk de Golden Earring komen hier vandaan. Maar wat is dat toch met Den Haag? Met Den Haag, daar zitten ze allemaal opgesloten in keldertjes en groepjes en is er helemaal niks te doen. Terwijl in Amsterdam is iedereen god en artiest. Dus hier kan nooit een fatsoenlijke popgroep vandaan komen. Nou, Amsterdam, kijk, je hadden gewoon, zoals altijd, in Amsterdam natuurlijk heb je heel veel handenval, je hadden veel bubbels. Den Haag nu is ook gewoon weer de popstad. Kane, Anouk, Direct, van mij komt het allemaal uit Den Haag. Golden Earring had je, The Motion, The Motions, Shocking Blue later, enfin, ja, Den Haag.